daar, wat doe jij hier? Waar zijn Mandy en Norbert? Is er iets mis? Ik ga brandweerman Sam bellen. Norbert en Mandy in de problemen? Oh! Radar is alleen teruggekomen bij Nelly Voet. Nelly denkt dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Radar kennende, is dit vast ernstig. Zeg tegen Nelly dat ze Radar daar houdt. We zijn er zo. Wow, dat ging net goed. Zouden die schapen misschien met het ongeval te maken hebben? Weet je ook waar Mandy en Norbert naartoe gingen, Nelly? Mandy had het over de wei. We moeten Radar volgen. Ik neem de ambulance voor als er iemand gewond is. Dus van Mark. Goed gedaan, Radar. Goed gedaan. Mark, is alles goed? Alles is goed, Nelly. Ik kan er alleen niet uit. Wist jij al dat die deur klemt? Oh, Mark. Oké, allemaal ruim afstand houden. Jenny, ga met de brandslang bij de bus staan voor het geval die in brand mocht vliegen. We moeten je losknippen, Mark. Jenny, pak de superkriptang. Wat is er gebeurd? Ik denk dat het iets met die loslopende schapen te maken heeft. Ja, ik heb geprobeerd om ze hun hok in te drijven. Met Radar zeker. Ik zei toch, het is geen schaapshond. Weet ik. Kom, Mark. Geef me je hand. Oh, dank je, Sam. Jongen. Ik heb er toch zo'n spijt van. Ik wil de kazerne. En vertel ze over de schapen. Brandweercommandant Chris Pijn. Dat klinkt te gek. Gaan zwemmen? Absoluut niet. Dat is veel te riskant. We blijven zitten en wachten op hulp. Na 200 meter blijf zitten en Goed, mensen, rustig blijven. Sam is onderweg. Oh, mijn buik. Is hij misschien zeeziek? Oh, mijn arme, lieve schattenbout. Aha, en daar hebben we Tom. Alles komt goed. Sam voor Tom. Hallo, Sam. Gebruik de lier. De bus is bijna onder water. Iedereen moet er zo snel mogelijk af. Geen probleem. Ik laat het dubbele harnas zakken. Okido, Wendy. Jij eerst. Niet bang zijn, hè? Bang zijn? Dit is geweldig. Heel goed, Tom. Rustig aan. Cool. Ik ga terug voor de anderen. Iedereen is zo in veiligheid. Uitstekend, Sam. Prachtig uitzicht, maar help. Oké. Dit was de laatste, Tom. Goed gedaan. Dank je, Sam. Over en uit. Dat stomme satellietnavigatiesysteem. Dit is vast een fout in of zo. Zie je nou wel? Al die nieuwe wetse prularia is niet te vertrouwen.
Maar we zouden nooit gered zijn als we geen mobieltje hadden gehad. Mobieltjes zijn natuurlijk wel te vertrouwen. En onze walkie-talkies dan, commandant? Met uitzondering van mobieltjes en walkie-talkies, dat is duidelijk. En die computer dan, die bij jullie op de kazerne staat? Tuurlijk, ja. Ik denk dat sommige speeltjes wel hun nut kunnen hebben. Tenzij ze kuren vertonen en je in de problemen brengen. Och, het spijt me, commandant Staal. Misschien hadden we toch die goede oude kaart moeten pakken. Het is alweer goed, hè, Kozijn? En er is nog tijd om van de rest van jullie dagje uit te genieten. Ja, ik ben uitgehongerd. Waar is die picknickmand? Dus daarom ben jij ziek, Norbert Puck. Je hebt de hele mand leeg gegeten. Sorry, mam. Heeft er iemand een emmer voor me? Norbert Puck. Pap, de schroef zit hartstikke vast. Oh, nee. De motor is kapot. Auw, en mijn vis is weg. Ik ga om hulp bellen. Alweer. Een ongeluk op zee? Oh, de familie Jansen. En het is de familie Jansen weer. Ze zitten vast op de boot van Karel. Aan de slag, Jenny. Ik denk dat je hier niet fit genoeg voor bent, hoor, Jenny. Zal ik in plaats van haar gaan, baas? Sorry, Crispijn, maar Jenny is hier de expert. Ze moet met Neptunus gaan. Luister, alleen nog dit ene doodgeval en dan ga ik naar huis. Oké. Het is nog nooit zo druk geweest. Ik moet er naartoe, Radar. Ik kan niet langer van mijn werk wegblijven. Je kunt het, Jenny. Je kunt het. Je kunt het. Het wordt niks. Ik breng iedereen in gevaar. Het spijt me, baas. Maar ik ben te ziek voor deze redding. U moet Sam ophalen. Oké, Jenny. Blijf waar je bent. Er is hulp onderweg. Elvis, zeg tegen Tom dat hij de helikopter naar de kade brengt. Ik zorg dat Sam daar ook is. Doe ik, baas. Sam? Ja, commandant. Dat was snel. Brandweerman Sam meldt zich, commandant. Wat is het noodgeval? Waarom ligt Neptunus stil? Er is iets mis. Wat is er, Jenny? Ben je gewond? Nee, maar ik denk wel dat ik koorts heb. Eerst moet je hier weg. Excuses voor de vertraging. Jenny is ziek geworden. Is het ernstig? Maak je maar niet ongerust. Nou, laten we nu de schroef vrijmaken. Dan sleep ik je weer terug naar de wal. Problemen op zee? Nog eentje. Alle branden nog aan toe. Norbert, Diewertje en Karel drijven stuurloos in de baai. En wacht even. En commandant Staal zit vast op het dak van Voet. Oh nee. Ik vraag me af of die zijn vlieger uitprobeerde. Jenny en ik nemen Venus en Neptunus. Elvis, jij neemt Jupiter en je gaat naar Voet. Okidok, Sam. Ik zie ze al. En op af. Eindelijk!
Daar zijn Jenny en Sam. Ik zorg wel voor de boot van Diewertje, Jenny. Dan sleep ik de boot van Karel. Norbert, gooi dat touw over, dan leg ik je achter Karels boot. Oké, Sam. En ik bind je aan Neptunus vast, Karel. Het duurt niet lang meer of we staan aan wal. Ik kan niet wachten tot ik weer op het droge sta. Geen paniek, baas. Ik heb u zo weer beneden. Ja, daar gaan we. Rustig aan maar. Is alles goed, commandant Staal? Ja, natuurlijk is alles goed. Uitstekend. Het hoort er allemaal gewoon bij, nietwaar? Het testen van deze vlieger. Wilt u dat ik dit weer naar een neefje breng, baas? Absoluut niet. Eigenlijk is hij voor mij. Niks om u voor te schamen, hoor, baas. Het was mijn schuld niet. Het was de wind. Norbert, ik heb toch gezegd dat je alleen met een volwassene mocht gaan varen? Maar dat was ik toch? Kom op, Norbert. Je weet wat Jenny bedoelt. Oh, het spijt me. Ik heb iedereen in gevaar gebracht. Bedankt dat je kwam helpen, Karel. En jij ook, Sam. Oh, het is al goed, Norbert. Maar nooit meer doen, hè? Als je roer gemaakt is, mag ik dan jouw boot besturen, Karel? Probeer eerst maar eens iets veiligers, Norbert. Bijvoorbeeld vliegeren. Ja, met vliegeren kan niemand in de problemen komen. Oké, doe nu alsof je een groot vuur blust. Ik bedoel een gigantisch vuur. Zoiets? Kunt u er misschien iets meer ons in leggen? Ga uit, vuur! Ga uit! Prachtig! Misschien nu iets met de bijl. En de foto bij de paal, is dat iets? ja, dat is geweldig. Fantastisch idee. Kom eraan. Is goed. Je bent zo weer terug waar je thuis hoort. We gaan beginnen, Mandy. Koppel het harnas. Dag hoor, kleine walvis. Dank je, Tom. Komt het wel weer goed met hem, Sam? Vast wel, nu die weer thuis is waar hij hoort. Graag gedaan, Mandy. Oké, Mandy. Laten we naar mijn huis gaan en kijken wie de meeste zeepeestjes heeft. Alsof we dat al niet weten. Wat willen jullie doen? Nou, maar ze kunnen toch niet praten, Mandy? Hoe weet jij dat nou? Daar gaan jullie. Terug naar waar jullie horen. Hallo? Ik ben nog steeds de winnaar, oké? Wat jij wilt! Eindelijk! Een mooie foto van de Piekenpolder Brandweerbrigade. Sorry allemaal. Ik geloof dat het rolletje vol is. Maar je had er vanmorgen toch een nieuw rolletje in gedaan? Waar heb je dan allemaal foto's van gemaakt, Klaas? Ik heb foto's gemaakt van... Er is telefoon. Laat mij door. Geef de commandant eens wat ruimte. Norbert Puck. Had ik kunnen weten. Hallo, brandweercommandant Staal. Help mij,
jongen nou toch? Denkt u dat u hem kunt bevrijden? Achteruit allemaal en geef hem wat ruimte graag. Dit doet mij denken aan een jongen die met zijn hoofd vast zat in het duinhek. Maar hij zat weer vast op deze manier. Zo. Nee, help me. Nee, ik zit vast. Ja, trek me eruit. Niet daar. Het zijn zijn oren, zie je? Ze zijn groter dan die van mij. Oh, dit is belachelijk. Waar blijft de echte hulp? Het is een nare dag. Sinds de zon voor me scheen, viel ik eerst in bad, toen over de kat. Toen brok ik mijn been. Wat? Brandweercommandant Staal zit ook met zijn hoofd vast in een hek. Maar Sam en Jenny zijn nog niet terug. Ik ben de enige hier. Ik kan helemaal niks doen. Ofwel, iemand is in nood. Ik moet toch iets kunnen doen. Tuta. Hey, dat zal je hem hebben. Dat is Elvis. Crispijn. Meld me voor dienst. Klaar en beschikbaar. Oh, grutjes. Geen probleem. Ik heb je er zo uit. Klaas, pak de pneumatische pomp. Hij ligt achter in Venus. Oké, Elvis. Vrouwen en kinderen eerst, hè? Oh, mijn kleine engel. Je bent weer veilig. Kun je me dan nu bevrijden van mijn moeder? Oh, nou, ja, dat heb je prima gedaan. Uitstekend. Laten we dit wel onder ons houden, hè, Crispijn? Okido, brandweercommandant Staal. Alles in orde? Oh ja, alles is prima. Dankzij Elvis. Hij is een held, Sam. Wat een fantastische brandweerman. Brandweerman Crispijn is altijd klaar en beschikbaar, Sam. Zelfs met een gebroken been.